Het Fonds Voorziening en Ouderschapsverlof heeft een aanvang gemaakt met de registratieplicht voor werkgevers dat voorafgaat aan het uitbetalen van ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof houdt in 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald voor de werkende vader. Het ouderschapsverlof vloeit voort uit de wet arbeidsbescherming gezin die in 2019 in werking is getreden. In navolging van de opening van de school in het nabijgelegen dorp Amatopo in augustus 2022 is nu ook de school van Kuruni klaar. De stichting Groene Groei Suriname heeft dit bewerkstelligd samen met het ministerie van Onderwijs. Op woensdag 18 januari vond de feestelijke pre-opening van de school plaats. Minister Marie Levens laat weten dat per eind april 2023 een leerkracht daar gestationeerd zal worden die 29 leerlingen tussen 5 en 15 jaar zal begeleiden bij hun lessen. Voor het verhogen van de vaccinatiedekking tegen het COVID-19-virus zal het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, de openingstijden verruimen. Vanaf maandag 23 januari zal het BOG door de week tot 8 uur 's avonds open zijn en op zaterdag en zondag tot 1 uur in de middag. Vermeldenswaard is dat het Pfizer-vaccin geldig is tot 30 maart 2023 en het dus noodzakelijk is om zoveel mogelijk te vaccineren in de komende periode.